zitten of zo? Nee, ik heb niets bij. Maar we hebben toch een snoepautomaat? Ja, maar die is leeg. Hoe dat leeg? 2 dagen geleden was die nog proppenvol. Ja, ik weet het. Ja. Moet mij niet afvragen wie dat heeft leeggeten, zeker? Ik, hè? Niet goed, hè? Ja, ik heb dat met honger. Ik kan altijd wel honger komen. Nee, niet dat je daar eten gaat vinden. Lokale politie, hoe kan ik u helpen? Ja, goeiedag, ik kom aangifte doen van een vermiste persoon, alsjeblieft. Kom maar door, hoor. Mag je zetten? Hallo. Ja, dank u. Inspecteur Klaas. Ja, ik ben Veerle van Opstaan. Dag. Hallo. Dus als ik het goed begrijp, komt u een vermiste persoon aangeven? Ja, klopt. Ik ben opvoedster eigenlijk. Ik werk in een afkikcentrum voor drugsverslaafden. Mm-hmm. Okay. En een van de mensen die dat ik opvolg, ja, die is dus gaan lopen. Oké. Okay. En hoe heet die persoon? Tom, de Brabander. Tom, de Brabander. En hoe oud is hij? 24. En hoe is hij juist kunnen gaan lopen? Goh, ja, eigenlijk verschiet ik hier ook van dat hij dat gedaan heeft. Uh-huh. Want de mensen in ons centrum die moeten een afkikprogramma volgen. En die hebben ook een werkstraf opgelegd gekregen door de rechtbank. Dus en hij heeft het werk aangeboden gekregen door het bejaardentehuis. En weet jij hoe lang dat hij al vermist is? Ik vermoed nog niet te lang, want de verantwoordelijke van het bejaardentehuis die wist mij te vertellen dat hem daar wel heel de dag geweest is. Ja, dat wel. Ja, dus nog maar net eigenlijk. Ja. En moeten wij hem beschouwen als een gevaarlijke persoon? Nee, want eigenlijk, ik verschiet hiervan. Want anders dan zouden wij hem ook nooit niet gaan laten werken in dat bejaardentehuis natuurlijk. Hè. Dus we vertrouwden dat wel. Maar ik moet wel zeggen dat hij in het verleden al wel woninginbraken heeft gedaan. Mm-hmm. Ja, waarschijnlijk voor centen dan ook, ja, voor zijn drugs te kunnen betalen. Mm-hmm. Maar nooit niet met geweld of geen gewapende overvallen of zo. Dus nee, nee, dat denk ik nu niet. Hè. Nee. En normaal zit hij in dat centrum. Wat is zijn officiële adres? Die woont bij zijn moeder, maar dat is nu wel 60 kilometer verder. Dus oh, die gaan niet naar daar gelopen zijn? Nee, toch niet op deze korte, ja, tijd. En heeft hij een gsm bij, dat we die kunnen contacteren? Of die, Nee, de mensen bij ons die krijgen eigenlijk geen gsm. Ah, ja, ja. Dus normaal niet. Nee, oké. Okay. En iets van geld? Ja, 5 euro. Wij geven dat mee omdat ze 's middags aan een broekje kunnen gaan kopen. Ja, ja, dat is niet zoveel natuurlijk. Nee. Goed. Heb je toevallig een foto bij van hem? Ik zelf niet, maar ik kan wel eens naar het afkikcentrum bellen. Ja. En dan, als u een mailadres hebt, laat ik hem door. Ah ja, ik heb voilà, mijn kaartje van onder kunnen. Ah ja, ja, voilà. Ik zal anders even bellen. Ja. Een jonge man die van de rechter een werkstraf heeft gekregen in plaats van een gevangenisstraf en die moest afkicken van een drugs, die is gaan lopen. Dat is natuurlijk uiteraard niet de bedoeling. Dus wij gaan die jonge man gaan opsporen. Kijk eens, is hem dat? Ja, dat klopt. Dat is een Tom. En weet jij welke kleer dat hem nu aan heeft? Een grijze joggingbroek, dat weet ik zeker. Ja. En een trui met zo'n strepen, maar de kleuren, ja, sorry, dat kan ik niet zeggen. Ja, no, no, no. Oké, okay, goed. Ja, wat dat wij gaan doen is, wij gaan hem seinen. Dus dat al onze collega's op de hoogte zijn, dat zij ook een oogje in het zeil kunnen houden. En wij gaan met twee sowieso ook een keer in de buurt gaan kijken. Ja, bedankt voor de moeite. Okay, dankjewel. Salut, gedaan. Nee, ja. Ja. Nou, eens gaan rondkijken, hè. Mm-hmm. Ja. Zeg, heb jij huis? Ja, oké. Okay. Wij zijn op zoek naar Tom de Brabander. Dat is een jonge man die daarnet na zijn werkstraf van het bejaardentehuis is weggelopen, terwijl hij eigenlijk in het afkikcentrum had moeten terug zijn. Nu, het huis waar hij officieel woont, dat is bij zijn moeder, die wordt in toog gehouden door onze collega's van die politiezone, maar voorlopig is hij ook daar nog niet gesignaleerd. Oké. Okay. Even... Wat zou jij doen? Dus die mens die woont nog bij zijn moeder, dat is 60 kilometer van hier. Die heeft geen gsm mee en die heeft geen geld voor een bus of een trein. Wat doe je? Dat klinkt als een mama's kindje, dus volgens mij gaat hij gewoon terug naar zijn mama bellen en dit komen oppikken. Ja, oké, maar heeft hij geen gsm bij? Nee. Dus waar kun je bellen zonder dat mensen het raar vinden dat je geen gsm bij hebt? Op een café. Gewoon naar een café en gevraagd aan die baas van, oh ja, mag ik eens even bellen? Ja, een café, dat nee? Kan. Ja, ja. Iets verder is er een, denk ik. We gaan kijken, zeker? Ja. Ja. Hier is dat alles. Hier en dan ook, ja. Even straf voorbij, hè. Ja.
Nee, ik zie niet mensen. Niks? Nee. Ik zie ook niks. Het ziet er echt stil uit. Ja, en dat is zo'n café met alleen maar van jouw mannen aan het kaarten. En als je daar naar binnen gaat, gaat je direct opvallen. Dus dat gaat je ook niet doen. Oké. Plan B? Plan B is... Hier, ietsje verder is er nog een broekjeszaak. Wat is dat daar? Oké, okay, ja. Dat kan ook. Vragen, hè? Ja, ja. Precies, een echte crimineel, jij. Zo in het hoofd kruipen van... Ik, hè? Ja? Ik ben gewoon een goede flik. Dat is al. Ja, ja, ja. Is het hier dat je bedoelt, die broodjesbar? Ja. Maar is hem daar niet? Mag je zien die foto? Dat is hij. Dat is hem, ja. Dat is hem keihard. Ja. Je ziet precies zo wat je in een weer te kijken. Hè. Zou die aan het wachten zijn? Denk het. Ja, als die gast loopt, ze hem kwijt, denk ik. Die kan hier overal naartoe. Die kan dat bos in en zo. Er zijn keiveel parkjes. Er zijn duizend straten hier. Je gaat niet anders moeten verzinnen. Hè. Ja, dat is geen goed plan. Misschien gewoon er naartoe stappen, doen alsof we met iets anders bezig zijn. En hem dan gewoon aanspreken en meepakken. Ja, als we hem aanspreken, is hem weg. Oké. Okay. En dat ik een beter idee heb. En dat is? Mag niets bestellen. Nee. En dan? En dan kan ik beter nadenken op een volle maag. Kom. Oké. Okay. Geen gekke dingen. Nee, toch nooit. Die poetshulp heeft hij gevonden. Jachtig, toestand. Hoi, meneer. En? Alles oké, denk ik. Waar jij dan even gezien doen? Goedendag. Voor mij een cappuccino, alsjeblieft. En wat moet jij hebben? Latte? Ja. Goed? Ja? Ja, een latte en een. Doe maar dat stukje brownie hier ook nog. Uitstekende keuze, meneer. Ja. Je hebt de keuze tussen melk en exotische geitenmelk. Doe me normaal, gewoon melk. Oké. Okay. Moet niet te zot doen, dat is koffie. Hè. En? Lijkt daar juist, niks speciaal. Ik sta momenteel op de uitkijk terwijl Vince een bestelling aan het doen is, want hij zegt dat hij beter kan nadenken op een volle maag. Ja, ik ken Vince zijn ideeën, die zijn soms nogal gek, dus ik hoop dat hij het niet te zot aanpakt, maar we gaan het zien. Dank u wel. Dag, hè. Iba, alsjeblieft. En latte. En u? Wat, en u? Volg mij gewoon, ik heb al een plan, want Ron is een beetje met babbelen. Geen gekke dingen, hè. Maar je kent mij toch. Ja, daarom. Ik ben blij dat ik trakteer. Ja. Ça va, trouwens? Niet de kant? Nee. Nee? Oké, omdat jij al lang zat te wachten of zo, dat ik niet... Ja, ik sta te wachten op mijn lift naar huis. Ah ja, oké. Ça va. En op wie sta jij hier te wachten? Ik wil graag thuis vragen, dus ik ben op vervoer aan het wachten. Ah. En waar worden juist? 60 kilometer hier vandaan. 60 kilometer, dat is een eindje. Ja. Hoe gaat het daar geraken? Ja, ik heb net mijn mama hier binnen gebeld, maar die kan ik niet bereiken. Maar je kan anders wel een taxi voor je bellen, hè? Is niet oh ja, doe dat. Ja, maar ik heb geen bankkaart bij en ik heb maar een paar euro op zak, dus daar kom ik ook niet ver mee. Hè. Oei, hoe ga je dat dan doen? Oh, liften zeker, hè? Liften? Ja. Oh, dat is gevaarlijk, hè. Je moet daarmee oppassen. Hè. Zeker dat je dan nog eens 60 kilometer moet doen en dan een paar keer overstappen of zo. Dat moet toch lukken? Weet je wat, ik zal een kans even aan mijn collega vragen dat wij niks kunnen doen of zo voor u. Hè? Blijf hier even wachten. Oké. Okay. Toch nog tijd. Oh, wat denkt u? Die heeft niks door, hè? Ik denk dat niet. Totaal niet. We hebben een goed casual gesprek aan het doen, alleen krijgen we die mee. Versterking bellen, omsingelen. Versterking? Hm? Nee, maar dan komt er hier weer een auto aan, die gaat in paniek slagen en dan gaat hij toch nog gaan lopen. Hè? Dat was net ons plan, dat we niet gingen doen. Dat is waar. Maar kunnen we niet gewoon vragen of hij met ons wil meekomen? Dat wij hem gewoon een lift geven naar huis? Met ons? Hm? Dat gaat toch niet lukken? We kunnen je wel overtuigen komen. Ja? Ik kan dat. Dat was goed, zat hem zeggen. Ja. Goeie nieuws. Hm? Goeie nieuws. Wij kunnen u een lift geven tot thuis. Voilà, kun je met ons mee rijden? Echt? Als dat goed is, maar ja. Ja, dat is echt geen probleem. We doen dat eigenlijk altijd bij mensen die niet van de buurt zijn. Oh ja? Hm? Zeker? Ja, oh ja, ja. Nou gedaan. Oh, maar wacht, hé. Dat zijn van de lokaal, hè? De lokale politie. Ja. Mogen wij toch niet naar huis brengen zo ver? Ah, maar geen probleem, hè. Ik ga dat oplossen. Dispatch voor Sierra 110, over. Dat luistert, over. Wij gaan een jonge man naar huis brengen die niet van de buurt is, over. De
dat je eruit. Voilà, opgelost. Voilà, dan kun jij mee rijden met ons. Oké. Okay. Je gaat wel op de achterbank moeten zitten. Ja, dat is zo wat typisch. En mijn collega die gaat naast u zitten. Ja. Waarom? Ja, dat is zo. Veiligheid. Dat zijn standaard procedures. Onze commissaris heeft gezegd dat er altijd iemand van ons naast een passagier moet zitten. Dus. Dus dat is ook gezelliger uiteindelijk. Hè. Zo, jij rijdt? Ja. Voilà, dat is goed. Dat is goed. Dan zijn we mee. Oké, dan. Ah, hier, wacht. Ik ga hem hier even fouilleren. Ik ga je even moeten fouilleren voor te zien dat jij niks op zak hebt of zo. Allee, ik weet dat jij oké is. Kun je even je benen spreiden in je armen, alsjeblieft? Oké. Ja, en die ga je het in je zak raken, weten? Nee, ik heb nog speciaals bij. Dat dat standaardprocedure is. Zowat, kom maar mee. Ja, oké. Hey. Stek maar over. Voorzichtig zijn, hè. Ja. Voilà, dan moet je even achter kruipen, alsjeblieft. En maar goed doorschuiven. Maar aan de andere kant. Ja, dan kan ik er nog bij, hè. Voilà, ze. Hop, zeg, jij moet je gordel aan doen. Dispatch voor Sierra 110 over. Het luistert over. Wij hebben Tom de Brabander gevonden. Wij gaan die rechtstreeks naar het afkikcentrum brengen. Kunnen jullie de verantwoordelijke van dat centrum al op de hoogte brengen? Wat de fuck is deze? Dat doen we zeker. Goed gedaan. Uit. Zeg, wat de fuck is deze? Wil je iemand naar huis brengen? Ja, maar wij weten dat jij zou gaan lopen, dus wij gaan u terugbrengen naar het afkikcentrum. Allee, u thuis eigenlijk, voorlopig. Verdomme, kom, laat mij eruit. Ik wil naar huis. Hallo? Godverdomme, luister, ik wil naar huis. Ik wil naar dat kut afkikcentrum. Dus niet te veel vloeken als ik aan het eten ben, hè. Onbeleefd. Dit kan niet, hè. Mag dat allemaal wel?